Ja, we gaan fietsen door Noordwest, dus door Ondiep en door Zuilen. Omdat die wijken moeten groener worden, de stad moet groener worden. En daar hebben we als gemeente een aantal plannen voor bedacht, de wijkgroenplannen. En we gaan vandaag kijken hoe de wijken er nu bij liggen en wat er kan veranderen. Okay, dit is een heel erg dood pleintje. Dat kan ook heel anders. Je kan hem ook zo inrichten bijvoorbeeld, zie je? Ja. Maar wat nou opvalt is dat je hier nauwelijks of geen openbaar groen hebt langs de kant van de weg. En het is eigenlijk zonde dat je bij zo'n nieuwbouw niet gelijk bijvoorbeeld de strook langs de huizen inricht. Niet alleen voor parkeren, maar ook voor groen. Hier en daar een boom of een groen perkje. En het is nou een hele stenige wijk geworden. En ja, het makkelijkste is om groen aan te leggen is als het nog in aanbouw is, zoals hier. Wie had dat dan eigenlijk al moeten doen? Ja, ik weet niet wat de exacte afspraken zijn met de woningbouwcoöperatie. Maar ik zou zeggen van dat de woningbouwcoöperatie zo vlak bij de huizen zeg maar, dat zelf doet. En neemt in de prijs van het totale plan. Want die paar bomen en een stukje gras, dat is een olienoot vergeleken in de prijs vergeleken met wat het totale project kost. En als de gemeente het apart moet doen, dan is het een veel langer project. En moet ook ergens geld vandaan gehaald worden. Ripperdaplein, wat is hier precies gaande? Nou, we hebben dit ook met de gemeente bekeken en ook met een delegatie van de wijkraad. En hebben we ook met deze ook met bewoners gesproken van, zouden jullie hier nog wat meer groen willen? Het is een beetje rotzootje, vinden de meeste mensen. Kan je dat niet beter bruikbaar maken? Dat je er bijvoorbeeld een paadje doorheen maakt en een waar je met je kleinkind kan zitten of in ieder geval kan gebruiken. Nu kun je alleen maar omheen lopen. Maar ik moet zeggen, er zijn ook mensen die zeggen van nou, het is al mooi zo. Houden zoals het is. En hoe gaat het dan als mensen allemaal wat anders vinden? Gebeurt er dan wel wat? Dat is een hele lastige. Ik denk dat het dan een kwestie is van, als er een duidelijke meerderheid is die dat wil, dat het dan wel doorgaat. Maar dat is een afweging die de gemeente zelf moet maken. Okay. Dus die moeten daar dan een knoop over doorhakken. Het is heel belangrijk wat de mensen er zelf van vinden. Want als de mensen geen groen willen, dan moeten we het ook niet doen. Het is hier eigenlijk vrij groen. Moet hier nog wat gebeuren? Nou, dit heet de Fortlaan. Er worden hier wel een paar bomen gekapt, omdat het hier erg dicht was. Waarom we het nou mee proberen te nemen in het groenplan, dat is, je ziet dat er best heel veel wordt gelopen en gefietst. Dat dit zeker 's avonds nogal een beetje duister gebeuren is. En zou dat niet beter kunnen worden ingericht als wandel- en fietsroute? Het loopt een beetje gek hier, hè? Kan dat niet beter. En zometeen gaat het bochtje ook naar rechts toe, langs een aantal woonboten. En er staat een mooi bordje dat je er kan hardlopen, maar het ziet er niet geweldig uit. Kunnen mensen ook hiervoor tot 1 december plannen indienen? Of is het weer een ander traject? Ik zou het in ieder geval doen. Of het dan lukt is vers 2, want dat hangt er vanaf wat de gemeente met deze plek van plan is. Dit stuk hier, dat is allemaal, opslag heet dat dan, hè? Nou, ligt dat beter in? Dat je er wat kan zonnen en gewoon kan zitten lekker. Kan vissen en gewoon joggen. Nou, ik vind het prachtig. En dat heet de Demka-punt. En we zouden denk ik ook als wijk dat hartstikke leuk vinden als dit nou echt iets gaat worden. Is het ook belangrijk dat meer bewoners zo'n initiatief dan steunen voor jullie om uiteindelijk een keuze uit allerlei ideeën te maken? Hoe meer mensen het ondersteunen, hoe beter het is. Draagvlak heet dat met een mooi woord. En daar wacht de gemeente ook op. Want de gemeente heeft er niks aan als er groen wordt aangelegd of heringericht. Wat de mensen niet willen, want het is zonde van het geld. Wat wij nu hopen is dat er nog steeds nog meer bewoners gaan zeggen van ik heb een leuk idee voor mij in de wijk. En ik zou het graag zo aangepakt willen zien. Dan kunnen ze nog tot 1 december kunnen ze dat aangeven. En dan hoop ik dat er voldoende plannen zijn gemaakt. En dat die plannen ook heel veel draagvlak, dus ondersteuning krijgen vanuit de wijk. Dat al die plannen gerealiseerd gaan worden.